Ja, Corim, dit was weer zo'n wedstrijd waarin je op jacht moest naar de gelijkmaker, hè? Ja, jammer genoeg wel. Jammer, man. Shit, dat had erin gezeten, denk ik, vandaag. Ja, want het was eigenlijk tot de laatste minuut spannend. Ja, maar goed, doen we zelf ook. Als je ziet hoeveel kansen we in de eerste helft hebben, dan net die eindpaas niet goed of de kansen worden niet afgemaakt. Ja, dan maak je het zelf moeilijk. Ja, en dan kom je 3-1 achter. Vind ik dat we nog wel goed terugkomen tot 3-2. Ja, dan valt die 4-3 valt ongelukkig. 4-2, sorry. Scoren we nog die 4-3, ja, dan moet je risico's nemen. Dan moet ik weer mee naar voren. En, ja, dit keer mag het niet zo zijn, jammer genoeg. Je zag je collega aan de andere kant van het veld ook goed keeper, denk ik, in de eerste helft. Ja, zeker. In de eerste helft heeft hij goede ballen gepakt, zeker. Maar goed, aan de andere kant, als je zoveel kansen hebt, dan mag je er wel 2-3 prikken, denk ik. Maar goed, ja, het geluk zat niet aan onze zijde, maar aan zijn zijde. En wat je zei, hij heeft zeker goede kansen gepakt, zeker. Ja, jullie zijn dit seizoen heel erg goed gestart, hè, met 2 overwinningen en een wedstrijd waarin je hier tot het einde toe meedoet. Dit moet een mooi seizoen gaan worden voor Groene Ster. Ja, ik hoop het. Ik bedoel, als je ziet hoe we vandaag tegen een goed FC Eindhoven hebben gespeeld. Met een heel gehavend team. Dan ik hoop dat wij een heel mooi seizoen gaan draaien. Ik bedoel, we hebben het gewoon uitgesproken dat wij voor de play-offs willen gaan. En met het materiaal wat we hebben, moet het ook gewoon lukken. Als je ziet ook vandaag, de jongens die wat minder spelen, hoe die het vandaag ook weer doen. Dikke complimenten. En dat betekent alleen maar iets goeds voor de toekomst, denk ik. Ja, is dat de kracht van het team, dat jullie echt een hecht team zijn? Ja, zeker. Dat is echt onze grootste kracht. Ik bedoel, buiten het veld om. Nou ja, in dit geval het zaal. Ja, dan zijn we gewoon dikke vrienden. Iedereen die met elkaar omgaat. Iedereen die kent elkaar. Misschien al wel 10 jaar, denk ik. Minimaal. En op de training ook. Dan zijn er altijd 14 tot 16 man altijd die komen trainen. Dus dat is echt onze kracht. En daarnaast hebben wij ook gewoon kwaliteit. En als we dat goed kunnen combineren, dan kunnen we een heel mooi seizoen draaien. Ja, jullie moesten vandaag eigenlijk misschien iets te veel in de achtervolging. Hè, om steeds maar weer achter die gelijkmaker aan te gaan. Ja, wat ik net zeg. Dat hebben we een beetje zelf gedaan, vind ik. Als je een paar kansen afmaakt in de eerste helft die je creëert, wat de eindpas net niet goed is en de scherpte voor de goal net niet. Ja, dan loop je op een gegeven moment loop je zelf achter de feiten aan. Ja, zeker. En dat hebben we zelf gedaan, denk ik. That's it. En nu een hele lange terugreis terug richting Vlissingen, hè? Ja, jawel. Maar goed, uit zo'n wedstrijd als deze, met zo'n gehavend team, dan moet je gewoon de positieve punten eruit pakken. En meenemen naar volgende week tegen TP thuis. Wat ik net zei, we zijn heel gehavend. De jongens die wat minder spelen, die hebben het heel goed gedaan vandaag. Dikke complimenten. En als we dat gewoon meenemen naar volgende week, dan houden we die 3 punten willen gewoon lekker weer in de Baskenburg. Helemaal goed, dankjewel. Graag gedaan.